Ik heb ineens aan mijn deur gekregen wat lekkers. En dat... Super tof dat je kijkt naar Glunhill Vlog. Mijn naam is Sanne Post, zoals iedereen weet. Een beetje riezerig weer en koud. Ja, dat was al te vertellen. Ik was super lekker geslapen. En ik was vandaag eerder geslapen natuurlijk dan normaal. Want het was 8:30 was ik al aan het slapen. 8:30? Ja, zoiets ja. Nee, 9:30. Zelfs trouwens. Dus mij ik heb een lekker geslapen als een reus. Nu lekker richting werk toe, ga ik werken. Oh, ben je heerlijk weer. Ben je weer heerlijk thuis en heb ik even eten gehaald. Ja, ik dacht, ik heb wel een keer proberen en ik denk dat het echt ongelooflijk heet gaat worden. Want ik ga lekker vlammen. Oké, ja, vlamtosti eten. Blijf, ik dacht een keer, zo'n keer proberen en ik heb nog wat anders. Tostini. Dus die heb ik ook nog. En die ga ik ook nog nemen, maar doe ik eerst in de vriezer namelijk. Er zit eentje te mouwen hier zo. Hé, hey, wat is er? Ja, wil je eten? Hé, wil je eten? Wil je eten? Hé. Hey. Lekkere jongen. Hè? Lekkere. Ja. Zo, het is dat lekker even groter worden. Hè? Ja. Je hebt 4 uurtjes niet gezien, hè? Je hebt 4 uurtjes niet gezien. Dus ik vind dat nog steeds zo'n raar gevoel. Want ik ben nou vanaf november, als ik goed heb, al in de ochtend aan het werken. En ik vind het zo'n raar gevoel. Ben je thuis? En dan denk je van wauw. En nu? Hé, kan je? Dus, en ik wist al hoe het zou voelen. Zo, ik heb hem aangezet. En deze ga ik mijn vrienden doen. Want deze ga ik eten. Lekker vlamtosti. Of ik dat helemaal ga eten is niet de vraag. Maar ik vind het denk ik wel leuk als ik mijn reactie film. Ik er van binnen. Zo. Maar ja. Ik ga dat even maar lekker eten. Vlamtosti. Kast staat in de weg. Dicht jij. Koffer dik in me. En wat ik al zei, koffie. En ga lekker buiten kijken. Maar het is ongelooflijk. Prachtig weer. En elke ochtend bel ik natuurlijk Sanne. En dan kijk ik naar buiten daar zo. En dan denk ik van wauw. Wat is dan een mooi. Ik kan wel een keer laten. Ik hoop dat ik kan morgen wel laten zien aan jullie. Hoe het eruit ziet. Maar ik vind dat ongelooflijk mooi. Om laten zien aan jullie ook. Dus. Ik ga in ieder geval koffie maken. Even een nieuw koffiepad in. Moet ik ook niet vergeten. Af en toe vergeet ik dat gewoon een nieuw koffiepad te doen. Zo. Om van wauw. En nu wil iemand anders ook nog eten. En dat is Ganja wat ik al zei. Moet ik ook nog doen. Hé Ganja. Zo. Ja. Je hebt wel even brokjes hè. Zo. Even brokjes geven. Hoppakee. Zo. Wat ik ook wel mee doe. Dan kom ik thuis. En dan ga ik lekker even schoenen uit doen. En gewoon... Zo'n lopen waar ik al meestal in de weekend loop. En dat ga ik nu ook even doen. Zo, dat geeft even een paar lekker gevoel als je schoenen uit doet. Jezus, Nina. En ik heb andere schoenen en die zit lekker ruim of zo. En die ik nu aan heb voor werken zit helemaal gekneld. Oh, zo, heerlijk. Even lekker andere schoenen aan. Oh, dit is ook even lekker. Zo.
ook weer opgelost. En nu maar koffie doen, weer verder. En daar kan ik even lekker vier ook maar aan zetten. Ook even lekker om te doen. Zo. Hoppakee. En nou vier ook aan zetten maar. Nou, dat wil ik even gelijk doen. Pak even vier rookje. Ga ik jullie even neerzetten. Die kastel kan daar. Hoppakee. Zo, pak even koekie. Zo. Maar voor mensen die niet weten wat ik ooit even over gehad heb. Dat het weer ook eigenlijk slecht voor je is. Wist ik helemaal totaal niet. Zo. Hoppakee. En dan doe ik altijd. Zo, en nu staat die aan als ik goed heb. Dus laten we hem lekker roken. Ik ben weer richting huis toe, want ik ben net even bij mijn vader geweest. Want ik moest iets een harde schijf terugbrengen bij mijn vader. En er stonden alle oude foto's op. Waar ik waarschijnlijk al eerder over heb gehad namelijk. Maar die heb ik nu bij mijn vader gebracht. En nu ga ik weer lekker richting huis toe. Want daar is alleen afgrepen. Ja, ik dacht, weet je. En ik zit er nou te denken. Ik weet niet of dat zo herkenbaar is. Maar dan denk je. Oh wacht, ik kom onderweg toevallig langs supermarkt. En dan ga je denken. Zou ik wat halen? Iets lekkers? Of heb ik iets nodig? Bijvoorbeeld, je kan er wel alles op bedrijven. Maar ik heb er nu op dit moment. Ik zit nu eigenlijk al minder in de vaat te denken van. Zou ik nu iets lekkers halen? Of zou ik alvast eten halen voor morgen? Van. En dan denk ik van. En wat zou ik dan halen? Ja, oh mijn god, dat heb ik echt. Dat heb ik weer. Precies als ik in de buurt kom, dadelijk daar van de supermarkt. Of zou ik iets halen voor morgenochtend? Bijvoorbeeld ontbijtkoek. Want die is voor mij nu namelijk op. Maar dan denk ik van, zou ik halen of niet? Of, want ik heb ook yoghurt, kan ik ook nog blijven eten. Maar dadelijk wil ik iets wat anders. Ik kan het helemaal zo herkenbaar. Soms kan het zo moeilijk zijn. Vooral als je alleen bent, weet je. Dan denk je van, wat zou ik voor mezelf doen? En ga ik het eten? Ja, dat is wel allemaal zulke dingen. Kijk, als je met meer mensen woont, gaat het makkelijker. Is het, weet je, dan heb je elkaar, dan kun je met z'n tweeën over hebben. Maar nu ben ik natuurlijk alleen. Dan ga je denken van wat is nodig. Ga ik het eten? En dan gaan de mensen, die voor jonge kijkers, gaan jullie wel een keer ook herkenbaar worden. Dat ga je wel zien. En ik zit ook wel eens laat met te denken. Kanya is natuurlijk, want ik loop nu toevallig ook langs je winkel. Kanya heb natuurlijk al als huisdieren, wat dan ook, daar wel als controle. Maar ik zit te denken, wacht even. Kanya moet ook binnenkort voor controle. Maar is het nou dit jaar of niet? Dus ik ga dadelijk ook even kijken gelijk ervoor. Of wij controle moeten hebben. Of niet. Dus ga ik daar ook gelijk voor kijken. En nog even bedenken of ik naar de supermarkt ga of niet. Dus dan ga ik weer even kijken. En dan kom je thuis. Dan heb je toch bedacht. Toch boodschappen gaan doen. En het is ineens donker. Ja, ik weet het. Maar dan ben je lekker boodschappen aan doen. En dan ga je tas kapot. Hoppakee. Zo. Kom, loop letterlijk echt net de winkel uit. Er gebeurt het dit. Wauw, jongens. Echt species heb ik weer. Maar echt, hij is ook zo perfect gescheurd namelijk. Ik vind hem wel apart dat hij zo goed gescheurd is trouwens. Ja, echt zo perfect. Precies, echt goed op een naasje gewoon, hè. Kijk maar als ik het zo hou namelijk. Zie, kan je het goed zien. Zo, hoe perfect is dit? Oh, het zit echt aan dit vast. Die manier. En dit heb ik nog tegengehouden eigenlijk. Dit stuk. Anders was hij echt helemaal afgebroken als de andere kant was geweest. Dus, maar ja. Ik ga het maar uitpakken. Want er zit ook eten van Gaia heen. En wat lekkere dingen, zoals jullie allemaal zien. En ik ga nu ook maar even dadelijk klaarmaken om naar de groep dadelijk te gaan. Want ik ga met de groep mee eten. Dat heb ik nog niet verteld natuurlijk. En
Ja. Het is waar waarschijnlijk gevuld. Mijn tas. Ik heb ineens aan mijn deur gekregen wat lekkers. En dat is heerlijke taart. En die bordje, die heb ik zelf niet. Nee, dat klopt. Ik heb nooit deze bord gehad. Maar ik vind, als ik eerlijk moet zijn, eerlijk mag beoordelen, dat is leuke bordjes, schaaltjes. Wat vinden jullie ervan? Ik vind in ieder geval leuke schaaltjes. En ik ga hier lekker van genieten. Laatst zat ook nog circulaal op, maar die heb ik al vanaf gegeten. En ik wou voor de grap in hun gezicht gooien bij mijn begeleiding. Maar dan dacht ik aan de ene kant, ja, dat weet je soms van mijn taart. Maar het lijkt me zo'n keer lachen, eigenlijk om taart in iemands gezicht te gooien. Hoe leuk lijkt dat? Lijkt mij super leuk om dat een keer te doen. Maar ik ga lekker van deze taart genieten en dan lekker YouTube bij het kijken. Laten we dat even lekker doen. En wat ik ook heb gedaan, is lekker bij de groep gegeten. En dat was heel iets aparts, maar ook iets niet goed. Want ik moest daarna gelijk naar het toilet. Ja, er was iets met aardappels, boontjes en shawarma. Hele rare combinatie, maar oké. Okay. Ik moest daarna naar de zee, maar wel lekker. Ik vond het wel lekker, dat wel. Maar mijn maag vond dat niet zo lekker, blijkbaar. En ik ga nu wel lekker van deze slagroomtaart proeven. Was trouwens nog vergeten te melden waarvoor het trouwens voor mij was. Dit is voor de eerste vaccinatie die bij ASVZ is gezet. De taart. Dus dat was de reden dus dat daar de taart van was. En dus dat. Ik ga nu even lekker relaxen. Lekker chillen en gewoon even bijkomen. En dan denk ik me een paar minuutjes klaarmaken om fijn te kijken namelijk. Of ik helemaal af ga kijken, weet ik alleen niet. Maar ze moeten in ieder geval tegen Heerenveen uit volgens mij. Gaan we even kijken hoe het toestand, hoe het daar nu aan toe gaat. Nee. Ook niet, ja, hier komt hij op. Oké, nou, het is nu reclame, dus zetten we nu even lekker op de radio. Laten we dat eerst maar lekker doen. En daarna Feyenoord, Heerenveen Feyenoord. Ik heb mijn fijne wedstrijd maar uitgezet en ik ga nu ook klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan. Dus laten we het ook gelijk klaar van maken. En ik heb toevallig ook nog een was gedaan. Heerlijk gedaan, ja, dat is ook weer gebeurd. Zo, doe ik alleen een gordijn naar beneden als ik erbij. Letterlijk even een hele koeken. Nee, bij. Zo, wat een idee. Die naar beneden. Zo. Hoppakee. Dan ga ik klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan en lekker slapen. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou tof zijn als je je meer abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in Groen Heel Vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij, la. Dus! Na lange tijd. Een beetje bij het kleven eigenlijk. Laten we zo zeggen. Denk je van, Sander, waar heb je het ook? Ik draai nu even op deze kant manier om voor een reden. En dat is. Ik weet niet of jullie weten waar het door te doen.